Hoi, heb je een mooie wijn kunnen vinden? Ja, ik wil graag de Pinot Noir. Controleer altijd om welke wijn het exact gaat. Dit laat zien dat je kennis van zaken hebt en voorkomt misverstanden. Welke Pinot Noir mag dat zijn? Deze graag. Ah, de Doerkheimer. Ja, super. Dankjewel. Ja. Laat de fles met het etiket naar de gast gericht zien, zodat ze kan controleren of het de bestelde wijn een jaartal is. Let goed op dat je het juiste glas meeneemt. Ja, dat is hem. Mooi. Als de gast akkoord heeft gegeven, zet je de fles op tafel. Snij met soepele bewegingen de bovenkant los. Haal hem van de fles en leg hem op tafel. Open de fles en let op, het etiket moet altijd naar de gast gericht blijven. De kurk leg je op de zojuist afgesneden bovenkant voor de gast op tafel. Maak de ingang van de fles schoon met een schoon servet. Je schenkt voor degene die de fles heeft besteld een klein laagje in. En wacht tot je van haar hoort of de wijn goed is. Het volproeven is enkel ter controle van een gezonde wijn. Nadat de wijn is goedgekeurd, ga je de wijn inschenken. Je probeert het inschenken altijd op volgorde van leeftijd te doen. Je start bij de vrouwen en gaat daarna pas naar de heren en eindigt altijd bij de persoon die je hebt laten voorproeven.